Ja, lekker. Als je bij je toekomstige club komt en dan maak je een goal en assist. Dus ja, dat is wel lekker om volgend jaar te beginnen bij Staphorst. Ja, want het is natuurlijk een cliché bij een nieuwe club dat het misschien wel wat lading met zich meebrengt. Was dat ook zo voor jou? Nee, kijk, ik maak een seizoen af bij ACV en daar focussen we eigenlijk iedereen zich op. Kijken wat we eruit kunnen halen qua ranglijst. En daarom volgend jaar begint het nieuwe jaar. En dan focussen we op Staphorst. Ja, en dan focussen we vandaag even op de wedstrijd. Had je verwacht dat het zo makkelijk zou zijn? Want de eerste helft, 4-5-0, dat was ook niet raar geweest. Nee, we beginnen eigenlijk heel goed. Ik denk dat we de eerste 10 minuten helemaal over ze heen walsen als het ware. En maken nog een buitenspel goal. Ik weet niet of het buitenspel was, maar goed, dat is een tweede. En de eerste helft hebben ze eigenlijk helemaal overrompeld. Ja, en dan de tweede helft, dan valt het 2-1. Dat wordt nog spannend ook. Ja, de tweede helft beginnen we wel redelijk. En naar naar hun goal, dat we helemaal ook misschien wat moeheid in de benen kregen. En toen was het verslossende Niels Greving die nog even mogen in de schuif. Ja, lekker assist van jou. Ja, was prima. Goede bal. Niels maakt hem wel aardig af, moet ik zeggen. Er was nog een weg naar de goal. Ja, en dan word je gewisseld. Denk je van, ik ga even aan de kant zitten. Geef mij mijn biertje, dan kan ik straks op stap. Ja, zo is het. Mega Piratenstein komt eraan, dus gaan we doen. Feestje vieren vanavond. Dankjewel.